ooit liep Nederland voorop als het ging om het gebruik en verkoop van cannabis. Maar inmiddels worden we links en rechts aan alle kanten ingehaald. En dat terwijl er helemaal geen sluitend onderzoek is over de effecten van cannabis. Zegt mijn gast hier. Geef een groot applaus, Janne Kozijn. Dankjewel. Janne, je hebt een VD-beurs gekregen, dat is een grote prestigieuze beurs, ERC-grant. Het geld komt allemaal jouw kant op, hè, voor belangrijk onderzoek. En dat is met een reden, zeg jij, want er is namelijk, sinds wij in 1976 is het volgens mij, dat gedoogbeleid hebben gekregen, in al die decennia nog niemand geweest die eens fatsoenlijk op een rijtje heeft gezet hoe het nou zit met de schadelijkheid en de effecten op grote schaal van cannabisgebruik. Dat klopt, hè? Precies, dat is mijn mening daarover. Dat we eigenlijk in een. Er is heel veel slecht wietonderzoek. Ja. En ons hele beleid in zowel Nederland als buitenland is voor een groot gedeelte gebaseerd op publieke opinie. En op meningen van gebruikers over de effecten op hunzelf. Mm-hmm. Maar niet op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn Kamerleden, ministers, onderzoeksgroepen die zelf wel eens een blootje hebben gerookt. En die denken, nou ja, wat. Ja. Zullen we kort even een peiling doen hier in de zaal? Wie bloot er dagelijks of heeft dagelijks gebloot? Laat maar even stevig beginnen. Gaan een paar handen de lucht in. Ja. Ja. Wie heeft ooit wel eens gebloot? Ik moet ze altijd overgeven daarna. Dat is misschien weer iets waar we het aan de bar over kunnen hebben. Wie denkt, nou, een beetje dat blowen, dat is toch niet zo schadelijk eigenlijk? Een paar handen. Oké, okay. Maar echt maar heel weinig handen. Yeah. Wie maakt zich zorgen over de verslavingsrisico's van cannabis? Wauw, jongens. Best wel wat handen. Echt ontzettend positief. Wat betekent dit? Nou, nee, ja, normaal als ik naar congressen ga, dan moet ik heel vaak nog uitleggen aan wetenschappers. Dan is de eerste vraag die ze stellen niet van, oh, hoe goed is je onderzoek en wat heb je gevonden? Nee, bestaat wietverslaving? Mm-hmm. Nou wel. En dat is iets wat mij ontzettend frustreert. Ja. Omdat je gewoon in heel veel klinieken ziet dat er ontzettend veel verslaafden zijn. Vooral jonge mensen, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. Op alle continenten, behalve China. En andere Aziatische landen. Het beeld dat we hier krijgen door aan de zaal te vragen is niet representatief voor de publieke opinie. Nee. Eigenlijk zeg jij. Nee, want die publieke opinie is in brede zin van het woord een blootje op zijn tijd kan geen kwaad. En verslavingsgevoeligheid is nihil eigenlijk. Zeker in Nederland. En in het buitenland zie je dat het nog gepolariseerder is. Je hebt een groep die echt extreem positief is over wiet. Vooral over de positieve medische effecten die het kan hebben. En je hebt een groep die gelooft van, nou ja, weet je, 1 of 2 keer blowen, je hebt gelijk schizofrenie en je hele leven is verdoemd. Oh ja. En die gaan met elkaar in debat en blijven roepen van, wel is niet, dus het is slecht, het is niet slecht. En eigenlijk vergeet je daardoor de juiste vragen te stellen. Ja. Jij zei, er is heel veel slecht wietonderzoek. Hoe ziet slecht wietonderzoek eruit? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Ik denk, als je ieder individueel wietonderzoek is best wel goed. Maar we hebben eigenlijk geen mogelijkheden om onderzoeken aan elkaar te verbinden. En dat komt omdat een wietgebruiker in Amerika, die rookt een waterpijp met wiet die er heel anders uitziet dan in Nederland met een jointje met tabak. In Engeland is de wiet anders, in Australië is de wiet anders. Waardoor we eigenlijk hele andere gebruikers in verschillende studies met elkaar vergelijken. En daardoor ook heel moeilijk kunnen zeggen, wat is nou het grote beeld over die effecten, die gezondheidseffecten. En om dat goed te onderzoeken, vind ik, je moet gewoon grenzen overgaan. Ja. Je moet niet alleen maar naar Nederland kijken. En heb ik me laten vertellen, het groot probleem is ook dat er in die studies altijd niet blowers met blowers vergeleken worden. Terwijl jij zegt, dat beeld is eigenlijk veel diverser en daar moeten we naar gaan kijken. Ja, dus veel studies, vooral de wat oudere studies, die vergelijken mensen die nooit hebben gebloot met mensen die 1 of meerdere keren in hun leven hebben gebloot. En ja, als je al kijkt naar de diversiteit bijvoorbeeld binnen wekelijkse gebruikers, dan de groep die echt veel negatieve effecten ondervindt, dat is de groep die zit op dat dagelijkse gebruik, of mm-hmm. bijna dagelijkse gebruik. Als je kijkt naar verslaving, dan is het, 30% van de wekelijkse gebruikers heeft een verslaving. Dus het is ook weer, net als bij alcohol, is het niet dat iedereen die regelmatig drinkt psychische problematiek daarom. Ja, jij bent met een groot onderzoek aan de slag, mm-hmm. al een tijdje met die verslavingsproblematiek en cannabis bezig. Maar nu dat de onderzoek rolt door, betekent grote zak wiet halen en in het laboratorium alle experimenten opzetten? Of hoe ziet dat onderzoek van jou eruit?
Ja, dat kan in Nederland dus ook niet, want je mag geen wiet uit de coffeeshops halen als onderzoeker. Maar dat terzijde, nee, wat ik wil gaan doen is in verschillende landen in de wereld, dus die echt divers cannabisbeleid hebben. Ja. Dus dan heb je het over Australië, Canada, Texas in Amerika, die ontzettend streng zijn en jongeren de gevangenis in stoppen. Nederland en Israël, om blowers daar vandaan te halen. Niet vandaan te halen, maar die te onderzoeken. Allemaal in een vliegtuig, dan een busje naar de Erasmus Universiteit, dat ze alle gezellig in een zaaltje. Ja. Nee. Maar in ieder geval hun kennis daar vandaan te halen. En dan te kijken naar de medicinale gebruikers en de mensen die het recreatief gebruiken. En dan kan je met een mobiele telefoon kan je eigenlijk al heel veel informatie verzamelen op dagelijkse basis van hoe voel ik me, wat heb ik gebruikt, wat is mijn welzijn, voel ik me negatief, voel ik me positief, wat voor andere klachten heb ik, om zo een beeld te krijgen van wat is nou de relatie tussen verschillende types wietgebruik, tussen waar je vandaan komt en mentaal welzijn. Ja, en dat is dus voor het eerst dat op een fatsoenlijke manier gaat gebeuren als ik jou mag... Ja, dat is mijn argument. Ja, zeker. Ja. Ondertussen loopt de grote zaal trouwens leeg, dus er kan wat rumoer ontstaan hier. Maar mensen zijn ook welkom om aan te sluiten. Maak mensen even stevig bang. Hè. Als het nou gaat om dat Nederlandse gedoogbeleid en de manier waarop wij toch wat casual geneigd zijn om te springen met wietgebruik. Wat kost dat een samenleving? En dan hoeft het niet om euro's te gaan of om zorgkosten. Maar wat is nou de grote tragiek die onder dat cannabisbeleid in Nederland ligt? Het Nederlands cannabisbeleid, we hebben onszelf echt ontzettend vastgelopen in heel veel regelgeving. Waardoor het niet meer mogelijk is om te kijken naar onder andere goede preventie. Een coffeeshop mag zijn wiet verkopen, maar mag niet testen wat er in die wiet zit. En dat is behoorlijk. En we zijn al jaren bezig met het moet, we moeten legale kweek krijgen, et cetera. En ja, er is nu geen zicht op de producten die er zijn. En er is geen zicht op het welzijn van de gebruiker. Ja. En als je het bijvoorbeeld zou legaliseren, dan heb je in ieder geval meer tools om wel die producten in de gaten te houden. En wat ik bijvoorbeeld frappant vind... Is dat legaliseren eigenlijk in de wetenschappelijke wereld... Jij schetst net een gepolariseerd beeld. Overal zijn landen of staten in de VS bezig met op een of andere manier legaliseren. Is dat nu waar we langzaam naartoe aan het bewegen zijn over de grote linie? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Geldt dat ook voor andere verdovende middelen eigenlijk? Weet ik niet zo goed. Neem ons eens even mee 10, 15, 20 jaar vooruit. Zitten we dan allemaal gewoon, lopen we de supermarkt in en zijn de sigaretten helemaal niet meer te krijgen misschien. Maar kun je nog wel gewoon een beetje MDMA, een beetje cannabis of ketamine gewoon... Ik vind het een hele lastige vraag. Want aan de ene kant zien we dat we strenger worden naar onszelf en onze eigen normen en waarden wat betreft drugsgebruik en meer met het vingertje aan het wijzen zijn. En aan de andere kant komt er ook een groep die zegt, ja, maar onze vrijheid dan. En dat bijvoorbeeld in zo'n reactie op de pandemie. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar ik vind het wel schrikbarend dat ik in de rentepuntenwinkel van de ING CBD kan kopen. Terwijl daar helemaal geen... Dat is CBD is een onderdeel van... Je kunt je rentepunten... Ik heb een ING-rekening. Kun je rentepunten voor wietolie inwisselen? Een tijdje. Ja. Nu kon ik niet meer vinden. Maar ik ga het morgen even bekijken. Is toch bizar? Ik heb volgens mij 12.000... Ik weet nooit wat je daarmee kunt. Maar dat is dan CBD. Wietolie kopen, ja. Ja, CBD is dan een onderdeeltje van cannabis. Ja. En daarvan wordt gezegd dat het dus allemaal medische voordelen heeft. Dat het angst verhelpt, slaap verhelpt, dat het THC-klachten... effecten tegengaat. Ja. Terwijl er misschien 5 studies zijn in gebruikers die hun eigen rapportages daarover... Er zijn helemaal geen klinische trials, helemaal niks. Ja. En het ligt gewoon in alle winkels. En dat vind ik echt, ik vind het bizar. Dan even die verslavingsgevoeligheid. Kun je wekelijks of dagelijks blowen en goed functioneren? En niet verslaafd zijn met alle negatieve kanten. En dat geldt eigenlijk voor alle middelen. Dat een gedeelte van de veelgebruikers niet verslaafd is en een gedeelte wel. Dus je zou het gelijk moeten trekken van kijk naar alcoholgebruikers. Zie jij dagelijkse gebruikers die ook niet verslaafd zijn? Ja, die zie je om je omgeving die goed functioneren, een leven op een rijtje hebt. Maar je ziet ze ook die steeds meer afglijden en het nodig hebben om zich nog goed te voelen. Ja. Niet meer gaan werken, familiebanden gaan kapot, schulden, et cetera. In de regel is het gewoon een heel slecht idee om dagelijks wat dan ook, koffie misschien, maar te gebruiken. Met mate.
Ja, met mate. Oké. Okay. Nou, met die wat stichtelijke, saaie boodschap sluiten we af. We gaan naar muziek. De zaal is aan het uitlopen. Mag voor nu een heel groot applaus voor Janneke zijn.